Ja, iets, dat klopt gewoon iets niet. Een auto die terug wordt gevonden zonder maak aanwezig, ook niet bij een vriendin in de buurt. Niemand te traceren, telefoongesprekken, niet, ja, heel raar. Het wordt natuurlijk steeds enger en ja, daardoor blijft het constant in je hoofd spoken. Vrijdagmorgen heeft Mark hier nog gesport, samen met Jeroen. En 's avonds had hij met zijn collega's nog een bedrijfsuitje. Ja, daar is het laatste waar iedereen Mark eigenlijk een beetje echt gezien heeft. Om 11:30 is hij toen vertrokken naar zijn vriendin, zo gezegd. En vanaf toen is hij van de aardbodem verdwenen. Grote zoekacties leverden tot nu toe nog niks op. En daarom is sportvriend Jeroen een Facebookactie gestart. En ik vond dat dit nu het minste was wat we konden doen. Om proberen door middel van een geldbedrag beschikking te stellen. Om de mensen en het groot publiek te bereiken. En zo misschien actief te krijgen om Mark terug te vinden. Inmiddels is er al ruim €4.000 voor de gouden tip. Je bent er steeds meer mee bezig omdat het steeds langer duurt. En ja, je haalt scenario's in je hoofd die je liever niet doorheen wilt halen. Maar we hopen nog steeds gewoon op een goede afloop. En daar blijven we maar voorlopig op hopen.